Te komen voor, uh, voor ouderen. Het is daarnaast heel belangrijk dat we ook de zorg voor elkaar beter mogelijk maken. Het hoofdlenenakkoord spreekt wel over een mantelzorg bevorderen, maar daar zit verder geen budget. Uh, wat daar bijvoorbeeld uh, voor een mantelzorgfonds hè, of om mantelzorgverlof te organiseren. Dat zit er niet, dus het blijft alleen bij woorden. Um, een andere oplossing is um, dat we de mensen die in de zorg werken, dat we die beter gaan belonen. Ja. Die verdienen nu gemiddeld nog minder dan mensen met hetzelfde opleidingsniveau uh, in een andere sector. Maar we moeten ook niet weglopen voor sommige keuzes die in de zorg ook nodig zullen zijn. Zodat voor de meest kwetsbare uh, Nederlanders de zorg er wel blijft. Ja. En misschien de antwoord op de vraag van net... Hè, hoe komt het nou dat het zo moeilijk is om het op te lossen? Omdat het denk ik ook wel heel vaak uh, in de perceptie van mensen... het gaat over minder zorg. Hè? Ja. Neem nou als je naar nou een ziekenhuis gaat in, uh, in het zuiden van, uh, van Nederland... of uh, uh, een nieuw kwaliteitskompas voor in de oudere zorg... vaak is al heel snel het frame dat wordt minder en het wordt slechter... Uh, ja, en misschien is dat voor sommige mensen in sommige situaties ook waar. Maar over het algemeen, als ik kijk naar de ouderenzorg. dan komt er ook nu een generatie ouderen aan. die graag op een hele andere manier ook hun leven wil leiden. Dus dat biedt ook heel veel kansen en mogelijkheden. Juist. De rode draad is natuurlijk. meneer Helman, dan komt u uit. Ik, ik las volgens mij ergens net dat. Uh, iets meer dan 50.000 vacatures zijn op dit moment in de zorg open. Ja, dus. Dat is personeel. Personeelstekort is, is toenemend. Ja. En als je kijkt naar de vergrijzing in de komende twintig jaar en de dubbele vergrijzing. Ja. dan krijg je uh, 600.000 mensen tekort op de arbeidsmarkt. Um, daar kun je wat aan doen, <coughs> deels. Uh, wat je, je ziet: het capaciteitsorgaan heeft daar recent een rapport over uitgebracht. Is dat uh, als je naar artsen kijkt. Uh, dat de komende tien jaar een heleboel met pensioen gaan. Dus het is de vergrijzing. En dat uh, een substantieel deel eerder stopt uh, en uit het vak gaat. En waarom doen ze dat? Waarom? Nou ja, genoeg verdiend, kunnen ze met pensioen. Nou, ik geloof niet dat dat, dat, dat de reden is. Maar het heeft met name te maken met de regeldruk, de administratieve belasting. Um, er ja. zijn artsen die zeggen: 40% van mijn tijd ben ik bezig met administratie en niet met patiëntenzorg. Dat is een belangrijk gegeven. Um, als je in de zorg gaat werken, ben je gericht op mensen en werken met mensen. Daarnaast zie je dat er weinig ontwikkelmogelijkheden zijn. Je zit in een positie en daar blijf je zitten. Dus de kans dat je overstapt naar iets anders is heel klein. En die ontwikkelmogelijkheden die zijn ja, je moet het vergroten. Het geldt niet alleen voor dokters... maar ook voor verpleegkundigen en andere werkers in de zorg. En je moet de professionele autonomie goed in stand houden. Dat is wat we belangrijk vinden. Maar als ik even met u meenink. Dus je hebt een situatie gewoon demografisch... dat, er, dat we steeds meer met een vergrijzende samenleving zitten. Dus de beroepsbevolking die krimpt. We zitten nog niet eens op de piek. Dus het wordt de komende jaren alleen maar erger. Ik hoor de maatregelen die ook in het uh, hoofdlijnenakkoord staan... Uh, hoor ik u opdreunen. Daarmee zou je misschien iets kunnen dempen van die pijn. Maar per saldo gaan we natuurlijk niet hard inlopen op die vacatures. Wat nog zeker zelfs, het is eigenlijk aannemelijk... Eh, dat het gewoon gaat oplopen. Blijft doorlopen naar boven. Jawel, maar je, je, moet, je moet beginnen met... Eh, het, zal, het zal door blijven lopen omdat we dat in de, in de eh, bevolkingscijfers zien. En met de vergrijzing, ja. daar ben ik met je eens. Maar aan de andere kant, als je nu ziet dat mensen die eh, 40 jaar oud zijn... en dan het artsenvak verlaten, die mensen moet je kunnen behouden. Ja. En daar kun je wel wat aan doen. Zeker. Nee, dus ik, ik zie echt wel de dempende werking. Ja. Maar volgens mij moeten we ook samen naar de conclusie toe dat per saldo het, het, het vacature, de openstaande vacatures, misschien wat gedempt, maar zal blijven toenemen. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Ja. Ja, dan uh, ja. Meneer ik Nou ja.